fakkelt toch mensen onderdrukking. Zoveel ME voor een fakkeltocht. Als je gaat, dan neem je de fiets mee, hè, Max. Waar is Jones? Ik mag geen strafbare feiten plegen. Is dit strafbaar wat ze daar doen? Is dit strafbaar om daarbij te horen? Wat je zelf wil. Het is geen aangevraagde demonstratie. Dus, Ik ben journalist. Hey, zo. Hey, een bekende. Dat is Max. Mooi geel hesje, ik was mijne vergeten thuis. Wat is dit nou weer? Als je in Den Haag bent, in de omgeving, heb je ME, hè? Ja. Oh, hoezo? Nou, overal kan je fakkelen, behalve hier in de omgeving. Mensen, dit is toch niet normaal? Kijk hoe weinig mensen een fakkeltocht willen lopen en dan zoveel busjes weer. Het is niet te geloven, mensen. Vrijheid! Kijk dan, mensen. Ik was laat, ik heb vertraging gehad. Ik twijfelde nog of ik zou gaan. En dit is het resultaat hier. Ik voelde dat ik moest gaan. Ook omdat ik hoorde dat het een probleem zou gaan worden met justitie. En dit is het resultaat. Ze staan ingesloten, maar ze krijgen geen boete, zover ik weet. Ik weet niet wat dit is, mensen. Dit is een dictatuur. En ik weet nu hoe het komt dat vaak regio Den Haag dit soort acties doet met ons. Omdat hier dus altijd 24 uur per dag meerdere ME-teams aanwezig zijn. En daardoor is het heel makkelijk voor hun om die ME-teams in te zetten, ook voor zo'n kleine fakkeltocht. Want ja, anders zitten die ME'ers ook maar een beetje te wachten tot er iets gebeurt in Nederland. En ja, ze moeten natuurlijk wel continu hun macht tonen. En laten zien dat het volk niks te zeggen heeft in dit land. Je mag alleen vrijheid van meningsuiting hebben binnen hun eigen kaders. Nou, de politie helpt ook mensen, dat is goed. Ik ben live op Facebook, maar je mag... Dit is blauw-wit-rood Nederland in nood. Het is tegen eigenlijk de China-dictatuur die we nu krijgen in dit land. Corona, vaccinaties, maar ook de oorlog in Oekraïne. Ja. Nederland bemoeit zich te veel daarmee. Jullie demonstreren voor dat, voor nieuws? Nou, ook voor Nederland vooral, maar ook voor alles wat gebeurt in de wereld wat verkeerd is. Hoeveel kijkers heb je? Nou, nu valt het wel best wel op, 88, 82. Oh, zo goed, ja. Ik heb wel, ja. Ik doe elke dag livestreams. Oh ja. Is dat TikTok of? Kijk. Het is wel goed dat mensen een keer gaan nadenken, weet je. Dat dit is gewoon, hoe ziet dit eruit? Ook vreedzaam, liefdevol, licht. Je mag geen licht verspreiden in dit land. Het is eigenlijk om mensen ook uit te nodigen van, kom in opstand tegen de corruptie, weet je. En daarom dat de politie ons dan gaat insluiten, omdat ze niet willen. Hé, hey, Clint! Ik was een beetje laat. Preach it, preach it. Het is een vrij land, dit. Het is een dictatuur. We zijn van banaan, we hebben niks over dictatuur gedaan. Ja. Hij zat in de influencer voormannen. Hij had ook gezegd dat hij zou komen. Dat mag, ja. Mogen we ook tussen jullie door straks? Gaan jullie faciliteren wat jullie taak ook is soms? Oh, kijk. Vijf busjes. Hey Max, de HK gaan we even halen. Wie wil hier graag, hè? Hier, de HK gaan doen. Hij mag zo gaan lopen. Ja, waar naartoe? Ja, weet ik niet. Uit het centrum zeker. Hallo, sorry. Kijk, door jou heb ik heel veel kijkers erbij gekregen. Ja. Oh, nee, wil je wat zeggen tegen de mensen? Ja. Jongeman, wil jij een robot worden in de toekomst of wil je mens blijven? Mens blijven. En wat vind je ervan dat er steeds meer gepromoot wordt om artificial intelligence in het leven te gebruiken? Dus dat internet en zo eigenlijk ons leven bepaalt. Ja, ik
Ja, een chip in je hand, een chip in je hoofd. Kan allemaal. Het staat in de Bijbel voor zich dat ze dat op zullen dringen in het einde der tijden. Dat je geen keuze meer hebt over je eigen leven. Dat je gedwongen wordt om allemaal dingen te doen. En daarbij strijden ook tegen dwang. In China heb je al dwang op alle mogelijke manieren. Mensen moeten elke dag testen daar, terwijl er bijna geen coronapatiënten zijn. Gewoon puur onderdrukking en angst creëren. Zoetermeer mensen, Starshart Zoetermeer. Ik zoom hem in voor jou. Jim, kijk. Starshart Zoetermeer. Dit is het hart van Zoetermeer. Hier staat het hart van Zoetermeer, de strijders. Succes. Ja, hey, voor jouw toekomst, jongen. Hoe oud ben je? We doen het voor jou. Sluit je aan! Sluit je aan! Wie slaapt in een democratie wordt wakker in een dictatuur. Ik wist dat ik hier moest zijn vanavond. Al ben ik een half uur te laat, ik voelde dat ik gewoon moest komen. Niet iedereen herkent me nog. Oh jawel, nu wel. Wat is kan? Wat heeft dat met elkaar te maken? Maar niemand heeft hier toch last van. We hebben last van de politie. We hebben niet last van deze mensen. Door de politie, niet alleen. Hier wordt gewoon kankerwappies gezegd, weet je. Wij strijden voor jullie toekomst. Wij strijden voor jullie leven. Kankerwappies. Nou, wat een compliment weer. De media doet weer goed zijn werk, hè. Om ons weer te demoniseren en te dehumaniseren. Ongelooflijk, deze dictatuur. Goeiedag, maar. Zo, bepaalde ogen van die politieagenten, dat zit niet goed hoor. Liefde, vrijheid, geen dictatuur! Liefde, vrijheid, geen dictatuur! Liefde, vrijheid! De bal is erbij mensen, Rotterdam in opstand! Ali, ja dat is mijn maatje, ja leuk. Kan jullie even de fiets vasthouden, dan pak ik er een vlag bij. Welkom, leuk je om te ontmoeten. Ja, ik heb je ook vaak gezien, maar ik heb je nooit aangesproken. Ik dacht, ga je nou even komen. Heel lief van je, dankjewel. Ik ben Zoe. Zoe, aangenaam. Ben je op beeld, Zoe, of liever niet? Oh, maakt niet uit. Zoe is hier met van de fakkeltocht. Nog een mooie fakkel, nog een mooie fakkel. Clint is weer boos natuurlijk. Hartstikke fout bezig. We worden ontvoerd. Uit het centrum begeleid mensen. Ik word gedeeld hier. Handtastelijkheid. Geen persvrijheid. Als je geen perskaart hebt, ben je geen pers. Zo denkt de politie. Kijk, deze meneer wordt ook... Hallo, hoe gaat het? Zal ik hem overnemen, Zoe? Ja, man. Nee, vind je het niet erg? Dan film ik nog even. Kijk mensen, hier wilden we even het centrum in, bij het stadshart. En dat is dus niet mogelijk. Weer gedeeld van achter. Mag ik nog mijn werk doen als de media? Mag ik nog mijn werk doen als media? Nee, ik word de hele tijd gedeeld hier. Stadshart Zoetermeer, dit is het hart van Zoetermeer. We mogen niet bij de mensen komen. Anonymous, politie Anonymous. 5 busjes ME, politie overal. Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Slapen hier een vrouw, lopen ze te duwen? Ja, mij ook. En dan gaan ze zeggen doorlopen. Ja, uit het centrum. Ja, ik was een beetje verlaat, sorry.
Wat een dictatuur, hè? Wat een dictatuur, hè? Kijk dan, de queen is... Mooi, hoor. Fakkeltje. Wow, kijk dan. Halloween. Light in the darkness. Dictatuur! Dictatuur! Wij willen het centrum in! Wij horen in het centrum! Hey. Nou, wat zijn we weer goed bezig, hè? Wat maken we weer een impact, hè? Anonymous mensen! Anonymous! Halloween! Vandaag gaan ze Halloween vieren. Vandaag worden weer rituelen gedaan. Waar is de politie dan om die kinderen te helpen en die mensen waarmee rituelen worden gedaan? We worden hier geduwd. En Romeo erbij. De meerdere Romo's gezien. Ja, wat doen we voor de boeren? Geen boer, geen voer. Kijk, de jeugd is wakker. Kijk dan. Geweld, politiegeweld. Pers aanwezig. Hallo, hoe gaat het? Goed dat je bent. Goed. Ja, ik ben verbaasd hierover. Weer een ME-dagje uit. Een training voor de ME. Auschwitz. Ja, we worden op de tijd gezet. Met de snijder. Zie je, uit het centrum begeleid. Weer gedeeld. Waarom, meneer? Dit is een voetpad. Dit is een voetpad. Echt waar. Hoeveel douwen heb jij al gehad? Huh? Hoeveel, jij loopt met zo'n ding. Ja, ik heb al 5 douwen. Zijn handtastelijk. Het is ongelooflijk. Zie je, we worden weer ergens de middle of nowhere ingeleid. Station. Dus ik denk dat hij daar zo een trein heeft. Mag hier niet lopen, dit is verboden gebied. Zo, we hebben hier nog iemand die vrolijk is, gelukkig. Heel bizar dit, mensen, heel onwerkelijk. Alle signalementen gaan af als je dit toch ziet. Gelukkig hebben we wat burgersteun hier. Voor je het weet worden we weer in elkaar gerost ergens in een bosje. Alles al gedaan, ergens in een parkje. De pop in te drukken. Op een vreedzame manier en op een liefdevolle manier. Mag ik een klein tandje erbij? Max, is het nou ja, Clint, wat jij nu zegt, daar hebben mensen het ook over. Dat je met 5 mensen wil je dan gaan de HK gaan doen. Maar die andere mensen dan, zijn die wel veilig dan komende dinsdag of maandag dat je in Den Haag gaat? Want daar wordt over gesproken. Ja, ik denk dat de toeschouwers komen. Toeschouwers. En ik denk dat we een beetje de mensen met ballen moeten hebben die kunnen aantonen. En dan maar een paar tikken krijgen. En vooral zoveel mogelijk vastleggen. Om ze later inderdaad allemaal, ja, het klinkt hard wat ik nu zeg. Om ze gewoon een enkel strand kunnen krijgen. Ja. Weer geweld. Vreselijke douw hier. Ja. Stop politiegeweld! Stop politie-intimidatie! U bent strafbaar! U bent strafbaar bezig! Politiegeweld is strafbaar in Nederland. Openbare geweldpleging. Vechten doe je maar in de vechtschool. Ga op een vechtsport. Dan mag je vechten. Burgers mogen niet mishandeld worden. Zelfs muziek op een demo is al verboden. De politie! Hey! Ja. Ja. Als je niet je geweldsmonopolie onder controle kunt hebben,
dan ben je niet geschikt als waakzaam en dienstbare politieagent. En ze zoeken juist de gewelddadige typies erop uit om in Den Haag te stationeren. Want die moeten heel makkelijk omschakelen naar geweld. Om burgers de les te lezen, om burgers te intimideren. Om burgers tegen te werken. Om burgers angstig te maken. Laat dit een wake-up call zijn voor Zoetermeer. Heel veel mensen hebben ons gezien. Ik hoop dat Zoetermeer wakker wordt door deze intimidatie en agressie. En censuur. Dit is puur censuur. Wie zwicht voor tirannie, dan dooft het licht. Zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht. Dan dooft het licht. Hoe ging je ook alweer die tekst? Hij staat in Amsterdam, staat de muur ergens. Wie voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Het licht wordt gedoofd, mensen in dit land. Het is duister hier. Mensen vieren Halloween met kinderen. Halloween sympathiseert ook de dood. Sympathiseert ook gruwelheden. Tuurlijk, Halloween kan ook onschuldig gevierd worden, maar ik ben er wel eens bezorgd over. Het begint steeds meer een populair feest te worden. Ook voor kleine kinderen. Hallo. Ja, laat het vuur maar lekker branden. Dennis, we zijn hier voor jou. Karin, we zijn hier voor jou. Waarnemend, ik ben waarnemend voor jullie. Liefde, vrijheid, geen politiegeweld. Nou, we kunnen weer ademhalen, want we zijn uit de verdrukking. Iemand heeft een fiets bij zich, hoop ik daar, dat hij daar ergens loopt. Oh, ik zie haar al. Ja, dat is wel heel aardig. Even nog een boodschap voor de mensen thuis. Een stikstofleugen voor de boer. Het volk straks zonder voer. Heel sterk. Alles wordt weer normaal, mensen. Het duurt nog maar een paar jaar. 2030 zal alles weer normaal zijn. Het nieuwe normaal. Ja, mensen, hier wordt de hele tijd gedeeld hier door de politie. Het is heel beangstigend. Ze zoeken natuurlijk misschien weer straks een escalatie. En dan zeggen ze dat wij beginnen, terwijl wij hier helemaal in de verdrukking zitten. Ik moet heel erg op mijn woorden letten, mensen, want ik word echt uitgedaagd. Hier hebben we ook iemand die vorige keer ook heel erg teleurgesteld was. Maar hij gaat door. Je kan niet in je teleurstelling blijven handelen. Je moet altijd weer doorgaan naar de volgende ronde. Het is, zoals ze tegen mij ook zeiden, het is een marathon, het is geen sprint. Juist, blijf strijden. Blijf strijden, mensen. Blijf strijden, mensen. Blijf strijden. Geef niet op, geef niet op. Ga fakkelen, mensen. Kijk wat voor gekkigheid er nu over ons wordt uitgestort. Kijk wat voor gekkigheid. Het is toch ongelofelijk? Een heel peloton aan ME. Heel peloton. Het is echt te gek voor woorden. Als je erover nadenkt. Hè? Vreedzaam demonstreren mag ineens niet meer. Dat mag niet meer. Licht verspreiden mag niet. Ja, dat mag niet meer. Pegida mag wel. Onvoorstelbaar dit, onvoorstelbaar. Ze willen liever dat mensen gaan rellen, want dat is, komt heel goed uit. Maar als je vreedzaam bent, liefdevol, dan gaan ze rellen tegen jou. En dan ben jij daarna de hooligan. Onvoorstelbaar. Nee, tuurlijk niet. Jij gaf het zelf aan. Nee, dat wil ik niet op mijn geweten hebben, sorry. Ik had hem ook daar kunnen laten staan, maar ik was een beetje... Kunnen we hem even neerzetten? Ja. Of mag dat niet? Heel even, bij een mooie plek dan, voor een fietsenrek of zo. Ik kijk met je mee, hè? Hey, kerel, hoe is het? Hey, bedankt, hè? Hey. Wil je wat zeggen? Nee. Nee, je bent niet zo'n spreker. Hoe gaat het? Het staat alles goed. Ja, ik ook. Harde kern, mensen. Zoetermeer in opstand. Tegen onrecht, tegen onderdrukking, dictatuur. Echt waar, mensen. Het nieuws, het nieuws, het nieuws. Het blijft doorgaan. Oh, wat gebeurt hier? Armoede is echt aan het toenemen, mensen. Depressie is aan het toenemen. Zelfmoord. Ik heb zelf ook mensen om me heen hier, wappies om me heen, die ik ook heb ontmoet, die ook zelfs heel suïcidaal beginnen te denken. Want het is een dead-end street. Ze zien niet meer het licht aan het eind van de tunnel.
Daardoor moeten we met dit blijven doen. Het licht overwint. Blijf je omringen met het positieve. Kijk niet alleen het negatieve nieuws. Kijk ook naar alle strijders wereldwijd. Elke dag zijn er protesten. Elke dag zijn er, bombshells. Hele goede nieuwsberichten ook. Doorbraken wereldwijd. Kijk mensen, de politie is niet hier de winnaar. Wij zijn de winnaar, want wij gaan niet zo jankend naar huis. Wij gaan gewoon door. Wij geven niet op. Waar we nu ook lopen, in the middle of nowhere, langs een autobaan. Niemand ziet ons hier. Dit is censuur. Ze rijden precies de kant op om je uit het zicht te halen van de mensen. Dat is hun opdracht. Want het volk moet zwak blijven. Het volk moet rustig blijven. Het volk moet afhankelijk blijven. De social credit system, basisinkomen. En het volk is verdeeld. Mensen zitten allemaal in hun eigen bubbel, in hun eigen groepjes, in hun eigen kringetjes. En wij roepen uit eenheid voor de revolutie. Democratisch, met z'n allen één vuist maken. Met z'n allen één krachtige statement maken. Heel Nederland verenigd tegen dictatuur, tegen de Great Reset, tegen het nieuwe normaal. Tegen de oorlog daar. Ook zo bizar, weet je, David Icke komt op een demo spreken tegen oorlog. En ze beginnen een oorlog tegen David Icke. Ze willen daar een oorlog creëren met tegendemonstranten. Ik heb het net weer gelezen op cd.nl. Ze roepen iedereen op om de speech te verstoren van David Icke, mensen. Dit is echt nieuws wat ik ook nog ga brengen later. Ik wou ook bij de Bali vandaag aanwezig zijn. Daar is ook een belangrijke bespreking over Rusland en dissidenten in Rusland. Maar ik ben een dissident in Nederland. Wij zijn dissidenten in Nederland. En daar is geen aandacht voor. Want wij zijn een vrij land, zegt de Bali dan. Maar ondertussen veranderen we in een China-Noord-Korea maatschappij. Met een social credit systeem. Dat is waar dit naartoe gaat. Armoede. Mensen, echt waar. Ja, echt. Als je niet opstaat voor jezelf, echt waar. Dan krijg je gewoon dit. Vrijheid! Stop de dictatuur! Stop de Great Reset! Armoede, stop de armoede, stop de hoge prijzen, stop de belastingdienst, stop de belastingdienst, stop de accijnzen. Alles gaat in de zakken van de staat en het gaat naar de subsidie voor hun eigen vriendjes. Het geld gaat niet naar de burgers, we worden afhankelijk gemaakt van de overheid, subsidies, toeslagen. Ze willen niet dat je zelfstandig leeft. Ze willen je afhankelijk maken van de digitale euro waar Kaag nu al over spreekt. Alles moet digitaal. Geen contant geld meer, mensen. Het is overduidelijk. Kom terug bij de Florijn. Betalen met Florijn.nl. Een goed initiatief van twee mensen die ik ook ken. Eén ken ik goed. Dan heb je nog allemaal munteenheden waar ze nu mee bezig zijn. De gulden is misschien niet het beste. Ik weet het ook allemaal niet. Maar dit is... Stop de euro, stop de Europese Unie. Laat je horen mensen, wacht niet op de politiek leiders. Ga de straat op, roep de revolutie uit. Kom op voor je rechten. Laat je niet intimideren door de knuppelbrigade van het kabinet. Het swabinet. Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland! Hier spreekt het volk! Wij zijn Nederland! Wij zijn de leugen zat! 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 Kapitein, stuur op je lijn! Wij zijn de leugen zat! We hebben geen eten meer! Deze mensen die bestaan met die criminelen!
Blauw, wit, rood, Nederland in nood. Blauw, wit, rood, Nederland in nood. Kabinet. De boeren moeten weg, er komt een hongersnood aan. Deze agenten die verdedigen de criminelen van ons kabinet. Sluit je aan mensen, nu of nooit. Wakker worden. Het hele land gaat naar de kloten. Vissers kapot, boeren kapot, MKB kapot. Alles moet kapot. De Great Reset, de Great Destruction, de grote vernietiging. Noodtoestand, noodtoestand. Help de volk, help de burgers. Kom naar buiten mensen, laat je niet opsluiten. Laat je niet intimideren mensen, laat je niet drogeren. Wij zijn mensen, geen zombies. Wij zijn mensen, geen robots. Wij zijn vrije, geen slaven. Kijk ze daar, een hele linie opgesteld. Het gaat meer nergens over. Ik weet niet hoeveel engelen zij hier zien lopen, maar we zijn met minder, dachten we. Misschien loopt hier wel een heel leger engelen en kunnen wij ze niet zien. Het is ongelofelijk mensen. Het licht mag er niet zijn. Halloween moet gevierd worden met de kinderen. God blijft hier! Halloween moet gevierd worden. Ja, kijk, dit is de jeugd, dit is de toekomst. Dat is mijn dochter. Geweldig. Ze lacht, ze is blij. Helemaal wakker. Ze is beschermd door de goede ouders. Geweldig, ja, daar worden we blij van. De bazuin, mensen. De bazuin zal klinken. Daar worden mensen wakker van. Wake up call. We mogen hier niet rechtsaf. Nee, we moeten uit het centrum. Het is ongelofelijk. Oh, kijk, daar iemand met een masker. Dat is wat ze willen. Laat de kinderen maar Halloween vieren. He, de onschuldige manieren hoop ik dat ze het kunnen vieren, maar ik bevrees soms ook voor het ergste. Kan je heel even mijn fiets vasthouden of vind je dat vervelend? Nou, als het niet te lang is. Ik kan niet toeteren zonder die met die fiets in handen. Het is tijd voor burgerlijke! Politie, zien jullie mee? Politie, pas op! Politie. Daar komt de politie. Ik moet even mijn fiets deponeren. Ik ga even mijn fiets deponeren, dankjewel hoor. Dit is een beetje irritant voor de mensen. Hey! Arrestatie! Wat is dit nou weer? What's up? Wat gebeurt er weer? Meneer, mag ik even mijn fiets daar parkeren? Nee, ik blijf gewoon. Ik moet mijn fiets even wegzetten. Waarom? Is het nog, waarom mag ik mijn fiets niet parkeren? De begeleider wil een manifestatie, dus we gaan die kant op. Nee, maar kan ik hem tegen die paal aanzetten? Zie je, als ze moeilijk kunnen doen, dan doen ze wel moeilijk. Kan je mijn tas even bij je houden? Ja, wat moet je gaan doen? Ik zet even mijn fiets ver. Ah, oké. Okay. Ik moet even mijn fiets hier parkeren van de agenten. Ik moet hier mijn fiets parkeren van de agenten.
Oké, mensen, fiets is weg. Niemand heeft weer last van mijn fiets. Ik wil niet tot last zijn. Ik wil zelf gewoon even naar toe. Kan die daarin zitten? Even de tas. Nou, de stemming zit er weer in, mensen. Ik denk dat ik zo even de live afsluit, want ik wil ook even socializen. En je kan niet echt rustig praten als je zo live bent. Even kijken of ik nog drink hier heb. Ik ga even de live afsluiten, mensen. Mochten er spannende dingen gebeuren, dan kom ik weer live. Maar het is wel duidelijk, denk ik, dat wij hier vreselijk worden onderdrukt en belachelijk worden behandeld. Ik heb zoveel douwen gehad in mijn rug voor niks. We are the children of the night, and fight for the future of our nation. Kijk dan. Let's come together and unite. Max vertonen, Max. Nee, dit is Max vertonen. Dit is de kracht van het zangen. Cause we're the children of the night, and never let them put you down. Get up, get up. Get up, get up, get up. Heerlijk dit. Don't let, we beat them with love, we beat them with the power. Blijf dansen, mensen, wij zullen altijd blijven dansen. Het licht overwint, mensen. Tot later, ik kom later weer bij jullie terug. We zijn aan het oefenen voor Amsterdam.